Dus zo, we kunnen van start gaan met onze eerste videotutorial. En zoals beloofd ging ik jullie helpen om binnen de 30 minuten een meubel uit te tekenen. Wat gaan we uittekenen? Deze tafelset. En gaan we enkele basisbegrippen van SketchUp leren. En op zich lijkt het toch best allemaal realistisch en al mooi te zijn om daarmee te starten. Dus we gaan starten met het starten van SketchUp. En als we SketchUp starten, als je het de eerste maal gebruikt en je hebt nog geen andere template gebruikt, we gaan in deze tutorials altijd werken met simpele templates in meters. Dus dat is belangrijk, wil je al werken in decimalen. Start using SketchUp. Zo, dus als we de eerste maal SketchUp starten, dan krijgen we dit te zien. En dit is Steve. En Steve hebben we niet langer meer nodig, dus die mag je gewoon selecteren. En dan kan je met de Delete-toets Steve gaan verwijderen. Dus we gingen een tafelset tekenen en daarvoor gaan we starten. Nu, je kan... Of zo gezegd, het is zelfs beter om uiteindelijk een muis te gebruiken met een scrollwiel als je gaat werken met SketchUp. De scrollwiel is eigenlijk ook de zoom-in en zoom-out. En nog belangrijker is dat waarom je een muis met een scrollwiel moet gebruiken, is dat het scrollwiel zelf eigenlijk ook een knop is. Dus als je die induwt, ga je zien dat SketchUp schakelt naar zijn orbit mode, dus je kan gaan rondkijken. Dat is de snelste manier om uiteindelijk in jouw werkomgeving gaan te navigeren. Nu, hoe gaan we beginnen met die tafelset te tekenen? Wel, we gaan starten met een rechthoekje te tekenen, dus rectangle. En we starten meestal vanuit ons nulpunt, of de origin. En dan zie je dat je een rechthoekje kan tekenen. Nu, rechts beneden, hier, zie je dus de waarde verschijnen. Nu, afhankelijk van wat je wilt tekenen, hoe groot jouw zoomafstand, gaat dit al dan niet makkelijk naar de waarde die je wil. Nu, op zich doet dat er niet toe, want SketchUp zal altijd luisteren naar jouw toetsenbord. Dus stel, ik wil een tafelpoot maken van 5 cm op 5 cm, doe ik in dit geval 0,05. Enter. En dan zal je zien dat SketchUp een vlakje maakt van 5 op 5 centimeter. Dan de belangrijkste tool in SketchUp om van 2D naar 3D te gaan, is de pushpull. Dus we gaan onze tafelpoot maken. Dat wil zeggen dat onze tafel 90 centimeter hoog is. We gaan er hout op leggen dat 5 centimeter dik is. Dus dat wil zeggen dat we uiteindelijk een poot moeten hebben van 85. Dus wat doe ik? Geef in 0,85. Enter. Ik zoom een beetje uit. Dus het is één tafelpoot. En hier komt dan eigenlijk het dwarsligger te liggen. Nu, wat ga ik doen? Ik ga terug een rechthoekje hier bovenaan tekenen van 5 op 5. SketchUp onthoudt meestal de laatste waarde die je hebt onthouden, dus nu springt hij automatisch naar 0,5 op 0,5. Push-pull terug. Nu gaan we deze afstand creëren. Dus stel dat de tafel 1 meter breed is. We hebben een poot van 5 centimeter en natuurlijk ook komt er een poot aan de andere kant. Dus dat wil zeggen dat dit 90 centimeter moet zijn. Enter. Gaan we een beetje uitzoomen. En als je nu inzoomt, dus SketchUp zal altijd inzoomen op de plaats waar je de muis plaatst. Nu, hier moet dus een tweede poot komen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Maar wat ga ik doen? Is, dus dit is afhankelijk van dat je Mac of Windows gebruikt. Dus momenteel zitten we op Mac en dan gebruik je de Option Key Alt toets. En op Windows is dat de Ctrl-toets. Als je daarop eenmaal tikt, ga je zien dat er ook een plusje verschijnt bij je pushpull. En dan kan je opnieuw pushpullen, maar je ziet dat er eigenlijk een nieuw volume ontstaat.
Dus ik voeg eigenlijk 5 centimeter toe. En dan doe ik gewoon een push-pull, zoom een beetje uit. En ga ik gewoon op het punt staan, zodat de poot dezelfde lengte krijgt. Hè. Heel belangrijk binnen SketchUp is het referentiesysteem. Dus hiermee zorg ik ervoor dat die poot net even lang is. Nu zit ik hier misschien met een paar lijnen. Dus stel dat dit mooi één geheel is, dus dat je niet, of in het model niet ziet dat allemaal verschillende latjes zijn, door wijze van spreken. Ga ik mijn select tool nemen, kan ik een lijntje selecteren en opnieuw met delete toets kan ik deze lijntjes weghalen. Dus ik heb de camera gedraaid met scrollwiel in te houden. En dit is dus één, of het eerste onderdeel van onze tafel. Nu, wat is belangrijk? Dat we dit gaan selecteren. En in SketchUp kan je een geheel object selecteren als je een triple klik doet. Dus 1, 2, 3. Dan ga je zien dat alles geselecteerd is. Doen we een rechtermuisklik hierop. En dan hebben we iets dat noemt Make Group. Dat definieert eigenlijk dit als een geheel. Dus dit is 1. Dus zo gaan we een tweede moeten maken. Natuurlijk gaan we dat niet opnieuw tekenen. We gaan dat kopiëren. Nu, in SketchUp kan je ook copy-paste doen. Maar dat is meestal niet de beste oplossing. In SketchUp gaan we objecten dupliceren met de Move-tool. En dus hieronder zie je staan Option-key op Mac. Dus de Alt-key op Mac is copy. En op Windows is dit ook de controle-toets. Dus de CTRL-toets. We nemen een hoekpunt onderaan. Dus we hebben de Move-tool actief. We hebben ons object geselecteerd. En dan gebruiken we de Option key op Mac of de controle toets op Windows. En dan ga je ook zien dat er weer een plusje verschijnt. En als ik nu klik op het object te selecteren en ik beweeg het object, dan ga je zien dat ik een kopie krijg van dit onderdeel. Nu, ik wil een tafel die 2 meter lang is. Nu, aangezien SketchUp de afstand neemt tussen deze punten, ga je niet 2 meter ingeven, want dan is de tafel 2 meter en 5, omdat de poot achter dat punt ligt. Dus je moet soms een beetje kunnen rekenen. Dus als ik 1,95 doe, dan is de totaalafstand aan de buitenkant 2 meter. Dus dat zijn al 2 poten. Dan heb ik nog hier dwarsliggers nodig. Wat gaan we doen? Is terug gewoon een rectangle tekenen. Die is automatisch 5 op 5. Doen we push-pull op dit stukje. Gaan we een beetje uitzoomen, terug een beetje inzoomen. En opnieuw het referentiesysteem gaat zorgen dat die twee tegen elkaar komen. Klik om te bevestigen. Dan doen we terug onze select tool. Gaan we hier weer een triple klik op doen. Doen we weer een rechtermuisklik, make group. Definiëren we dit weer als een object. Dit hebben we weer 2 keer nodig. Dus wat doen we? Opnieuw een move copy, dus move. Option key op Mac, controle toets op Windows. In dit geval neem ik deze rechtse hoek. Waarom? Omdat ik dan natuurlijk weet dat dat de buitenhoek is aan deze kant. En hierop hebben we al het basic frame van onze tafel. Nu, om ze een beetje sterker te maken, gaan we hier binnen ook nog een dwarsligger leggen. Nu, we gaan de potlood tool nemen. En SketchUp gaat ons ook altijd helpen met het vinden van een middenpunt. Dus hier zie je midpoint of the group. Dus je wilt zeggen dat is het midden van dit object. Hier start ik met de lijn te tekenen door een linkse muisklik te doen. En hier wil ik ook een balkje maken van 5 op 5. Dus wat ga ik nu doen is 0,025, dus 2 centimeter en half. Want ik ga 2,5 naar daar en straks 2,5 naar daar, zodat ik 5 heb. Dus dit zou 5 moeten zijn. Dan moet ik hier ook 5 centimeter hebben. En maak ik een vlakje, zodat we hier een vlakje hebben. Wat we, en nu is een beetje moeilijk te zien, maar als je de camera beweegt, ga je zien dat dat flikkert. Dus hier zit een vlakje. Kunnen we push-pullen tot aan de overkant. Weer mooi aansluiten. En met de select tool kunnen we dit lijntje weer selecteren en deleten, want dat hebben we niet meer nodig.
Dit gaan we ook weer met een triple-klik selecteren en een rechtermuisklik hierop, Make Group. Dus hiermee hebben we eigenlijk ons basic frame gemaakt. Nu, momenteel is het een beetje wit, dus we gaan er een kleur aan geven. Dat doen we met de Paint Bucket. Hier heb je een drop-down en dat is jouw basisbibliotheek aan materialen. Dus hier bijvoorbeeld metal. En hier kunnen we iets nemen dat op een soort aluminium of metaal lijkt. En door het verfpotje, links muisklik, verfpotje op de onderdelen te klikken, gaan deze ingekleurd worden. Nu kunnen we dus verder werken om onze houten planken of latten te gaan creëren. En dit gaan we doen met de Rotated Rectangle. De Rectangle Tool zelf kunnen we natuurlijk ook gebruiken, maar dat gaat iets moeilijker zijn, omdat die graag op een bestaand vlak tekent of op het grondvlak van SketchUp. Maar we willen hier eigenlijk nu een opstaand vlak. Daarvoor gebruiken we Rotated Rectangle. Je krijgt een soort van gradenboog te zien. Die gaan we zorgen. Die geeft eigenlijk de richting aan dat we willen tekenen, maar we willen dit in het blauwe vlak plaatsen. Eerst links muisklik. En we willen 5 planken met een voeg, dus in principe 20 centimeter, maar we willen een voeg, dus we gaan voor 19 centimeter. Een tweede klik bevestigt die afstand. En nu kunnen we een vierkante rechthoek gaan tekenen onder een bepaalde hoek. Dus hier zie je een hoek en dat is de hoogte. Dus we willen 90 graden. En 5 centimeter hoog. Hiervoor gaan we de camera met het scrollwiel ingeduwd een beetje verplaatsen, zodat we een lat of een plank kunnen maken van 5 centimeter hoogte. Zo. Nu, we zouden dit gewoon kunnen push-pullen, maar we gaan het iets mooier maken. We gaan de hoeken hier afronden. Dat kunnen we doen met de Arc Tool. We gaan even op het zicht hier starten met de boog. En dus die boog kan cyaan worden of die kan magenta worden. En als die magenta is, wil het zeggen dat deze afstand gelijk is aan deze afstand. En als we nu dubbelklikken, ga je zien dat SketchUp ook het vlakje wegdringt. We gaan nogmaals het referentiesysteem gebruiken om dezelfde boog aan deze kant te maken. Dus ik ga nu zoeken naar het eerste endpoint. Dat is eigenlijk het begin van de boog. Zonder te klikken gaan we aan de overkant staan. Dus je ziet deze rode referentielijn. De eerste klik begint op bevestigt het begin van de boog. En dan gaan we zorgen dat we weer hier bovenaan die magenta lijn hebben. Dubbelklik trimt weer dit einde. Dus het is eigenlijk het vooraanzicht, het profiel van de lat of de plank. In 2D. Dus wil zeggen, naar 3D gebruiken we push-pull. En gaan we gewoon zorgen dat we gelijk komen met de achterkant van dit frame. En daarmee hebben we onze lat gemaakt. Kan je natuurlijk zeggen, Peter, leuk, maar ik zie lijnen die ik niet wil zien. Nu, je zou die kunnen selecteren en deleten, maar dan ga je zien dat er een paar dingen misgaan. Dus dat gaan we niet doen. Dus je kan deze lijn selecteren en rechtermuisklik doen op die lijn en dan zeggen hide. Dus dan zien we dat die harde lijn of de getekende lijn weg is, maar onze plank blijft wel bestaan. Dus belangrijk dat je de lijn net selecteert. Oké, dus dat moesten we hebben. Hide. Dus je ziet, soms gaat er ook wel eens iets mis bij mij. Dus als dat bij jou gebeurt, absoluut geen probleem. Dus dit is één plankje. En dit is weer een apart object. Dus triple-klik, selecteert dit object. Rechtermuisklik, make group. Nu, we kunnen er ook een materiaal op zetten. Dus we kunnen uit onze bibliotheek hout, wood selecteren. Met de verfpot klikken we op onze groep en we hebben dit plankje. Nu, zo wouden we er 5 op onze tafel. Dus wat gaan we doen? Weer een move copy. Dus we selecteren dit punt. We gebruiken Ctrl-toets op Windows of Option Key op Mac. En nu gaan we naar de buitenste hoek. Dus nu hebben we de twee
buitenste planken, maar we willen er ook nog tussenin. Daarvoor kunnen we SketchUp ook gaan gebruiken door gewoon te zeggen 3 slash, dus gedeeld door tekenen op jouw numeriek toetsenbord. Enter. Een beetje ver uit elkaar kunnen we doen 4 slash enter. En dan hebben we natuurlijk wat we wensen. Dus hiermee hebben we gezorgd voor de plankjes op de tafel. Dan hebben we natuurlijk stoeltjes nodig. We gaan gewoon een soort aparte bankjes maken. En we gaan opnieuw starten met onze rectangle tool. We starten opnieuw met vlakjes van 0,05, puntkomma 0,05. Enter. En we gaan push-pull gebruiken. En we willen een bankje van 45 centimeter hoog. Maar er liggen weer plankjes op van 5 centimeter, dus we gaan gewoon voor 40 centimeter. We gaan hier opnieuw een ander vlakje starten van 5 op 5, want dit kunnen we ook weer gaan pushpullen. Dus onze bankjes zijn zelf 50 op 50. Aan de twee kanten gaan we een pootje hebben, maar ik kan nu ook iets anders doen. Ik zou kunnen zeggen, ik ga nu voor 45, dus het totaal hiervan is nu 50. Als ik nu de camera hieronder plaats en ik neem opnieuw rectangle, zou ik nu hier ook een vlakje van 5 op 5 kunnen tekenen. En dit kan ik ook weer gaan pushpullen en weer het referentiesysteem gebruiken met een punt onderaan te nemen hier. Zo. Dus hebben we dit. Nu, wat is ook mogelijk? Ik kan dit gaan selecteren, want nu wil ik eigenlijk echt één frame waar geen naden aan zijn. Dus hier zien we nog naden. Dus stel dat je een mooi design hebt zonder naden te zien. Maar de procedure is min of meer hetzelfde. In die zin, we doen move. We hebben ons object al geselecteerd. Control op Windows, Option Key op Mac. Opnieuw, we wouden 50 op 50, maar we hebben een pootje van 5 centimeter. Dus gaan we naar 0,45. Enter. Ga ik weer een vierkantje tekenen hier. Push-pull. Dus je ziet, hier is nu geen naad, maar hier wel. Dus we doen weer select. En dan gaan we dit lijntje deleten. Dan gaan we aan deze kant moeten kijken. Hier ook delete. Maar wat kan ik nu niet doen, is eigenlijk dit selecteren en dan daar kopiëren. Dus wat ga ik doen? Dit laat je ook weer zelf maken door simpel een rechthoekje te tekenen. Push-pull. Zien dat het mooi aanslaat. En door dan uiteindelijk ook weer deze lijntjes te deleten. En hiermee heb ik eigenlijk een naadloos frame gemaakt. Opnieuw. Dubbel, triple klikken om ons object te selecteren, rechtermuisklik, make group. Dan gaan we ook weer ons aluminium metaal erop te zetten. Nu, hier heb je een huisicoontje. Als je daarop klikt, dan ga je zien dat je de materialen ziet die momenteel gebruikt zijn. Dus we kunnen hier weer ons materiaal ophalen en met de verfpot klikken we op ons frame. Hebben we natuurlijk ook weer een latje nodig. Opnieuw onze rectangle tool, maar we gingen voor de rotated blauw. En stel dat we hier kleine latjes willen gebruiken, bijvoorbeeld van 4 centimeter of lijkt het wat klein. Of we kunnen ook voor 9, we gaan voor 9. Voor 9 centimeter. Dus tweede klik bevestigt de richting. Dan moeten we weer ons rechtopstaand vlakje zien te creëren op de blauwe as. En we willen 4 centimeter hoog. Dus hier moet je de camera soms net verplaatsen. Hier gaan we ook afgeronde hoeken maken. Dus net hetzelfde. Dus arc, punt kiezen. Natuurlijk, wil je het correct, ga je dat afmeten. Dubbelklik, verwijderd. De rest van de boog
eerste endpoint zoeken van de boog, referentie aan de overkant, klik, zoeken naar de magenta-lijn, dubbelklik. Dus weer het profiel van ons latje, push-pull aan de overkant. En hier hebben we weer lijntjes die we op height kunnen zetten. Dus lijn selecteren, rechtermuisklik, height. Lijn selecteren, rechtermuisklik op de. Dus als je ziet dat het wat moeilijk gaat, altijd best dat je gewoon inzoomt op het punt waar je wilt werken, dan ga je zien dat de selectie veel vlotter zal gaan. Lijn selecteren, height. Lijn selecteren, height. Opnieuw, hier gaan we ons materiaal opzetten. Maar nu ben ik vergeten eigenlijk er eerst een groep van te maken. Dus dat wat je nu ziet, is dat hij alle objecten of alle vlakjes waaruit dat bestaat, manueel in kleurt. Nu, op zich maakt dat niet zoveel uit. Dus, maar niet vergeten om er toch een groep van te maken. Dus select tool, triple-klik, rechtermuisklik, make group. Zo hebben we weer meerdere plankjes nodig. Dus eerst object selecteren, move copy, dus move, option key op Mac, control op Windows, punt selecteren, eindpunt selecteren en dan weer 4 slash ingeven en hebben we een nieuw bankje gecreëerd. Dus dit is één bankje. Nu, dit bestaat natuurlijk uit een geheel, of dit vormt op zich een geheel. Dus we kunnen ook met een drag selection, dus ik hou nu de linkse muisknop in, gaan selecteren. En dit bankje komt meer dan één keer voor, dus hiervan kunnen we een, wat we noemen in SketchUp, een component maken. Krijg je dit venster, en dan kunnen we bijvoorbeeld bankje noemen. Nu, op het eerste zicht gaat er natuurlijk weinig gebeuren, maar we hebben dit nu een onderdeel van onze bibliotheek gemaakt. Dus dit gaan we terugvinden in onder Window Components. Daarvoor krijgen we een apart venster. En hier, als je op het huisicoontje klikt, ga je weer zien wat er aan objecten of components zit in onze bibliotheek in dit project. Wat zien we hier? Bankje. Dus als ik daarop klik, ga je zien dat je telkens dit bankje eruit kan gaan halen. Dus dat is een optie, maar een andere optie is dat we dit bankje gaan selecteren, move en move copy doen. Dus we kunnen het laatste bankje in de rij plaatsen en dan gewoon zeggen 2 slash enter. En SketchUp zal het mooi verdelen. Nu, die bankjes kunnen we misschien net iets beter plaatsen. Dus ik heb de select tool, ik hou nu de shift in, want daarmee kan ik meerdere objecten gaan selecteren. Misschien moet ik de bankjes iets verplaatsen. Zicht er, voilà. Dus dat is één zijde. Wat gaan we nu doen? Een move copy. Dus ik heb de move tool nog. Deze zijn nog geselecteerd. Option key op Mac. Control op Windows. Klik en bewegen. Zorg dat je op de mooie rode as hier blijft, zodat we ze mooi uitlijnen. Eén klik hebben we uiteindelijk onze bankjes. Dus dat iets te dicht. Zo. Voilà. En hiermee, zoals beloofd, heb je nu in minder dan 30 minuten jouw eerste meubel uitgetekend in SketchUp. Wat gaan we nu nog doen, is natuurlijk dit opslagen. Dus wat doe je? File, save. Je selecteert ergens een folder en daarin sla je dit op als meubel, bijvoorbeeld. Dus je maakt best ergens een foldertje, SketchUp oefeningen bijvoorbeeld, en daar kan je in opslagen op meubel. Want dit gaan we natuurlijk ook nog eens teruggebruiken in de volgende tutorials. Zo, ik hoop alvast dat je dit leerrijk vond en dat je enthousiast bent in het gebruik en het verder aanleren van SketchUp, want morgen ontvang je natuurlijk onze tweede videotutorial en gaan we samen een keuken uittekenen. Oké, tot morgen.